Jan is mijn dochter, 11 jaar. En die heeft sinds, denk ik, 2020 een TikTok-account. En inmiddels zitten ze op 155.000 volgers. Nou, veel ouders schrikken zich denk ik rot op het moment dat je kind veel volgers heeft online. En ouders hebben vragen over hoe je daarmee omgaat. Influencer zijn is een veel gehoorde term. Het begon ooit met bekende mensen die dingen gingen aanprijzen. Dus bekende sporters, bekende artiesten. Maar tegenwoordig is influencer eigenlijk, kan iedereen influencer worden. Je zou iemand die heel veel volgers heeft online ook influencer kunnen noemen. We kwamen er op een gegeven moment achter dat ze heel veel volgers had toen ze op een gegeven moment een keer op een zaterdag heel erg moe was. En bleek dat ze 10 uur die dag op haar telefoon had gezeten, wat ik echt extreem veel vind. En toen, ja, toen gingen we een beetje in haar telefoon kijken van wat gebeurt er allemaal en hoe groot is ze. Wat zij doet is ze maakt dus animatiefilmpjes van bepaalde poppetjes en daar bedenkt ze een verhaal bij. En die zet ze dus op haar TikTok-account online. Nou, ik zat al veel eerder op TikTok. En toen had ik gewoon een account met mezelf erin. En toen zag ik het en toen leek het me leuk. En ik kreeg er steeds meer van te zien. En toen ben ik het zelf gaan maken. En ik ben er tegenwoordig steeds beter in geworden. Ik krijg ook veel lieve reacties op. Dus dan vind ik het ook nog steeds leuker om te maken. En ze heeft 1 schijnbaar goede video gemaakt. Die 3,5 miljoen... keer is bekeken intussen. En die heeft ervoor gezorgd dat er dus veel volgers kwamen. En inmiddels zitten ze op 155.000 volgers. Voor een meisje van 11 met animatiefilmpjes vind ik dat best wel uniek en best wel knap. Maar geeft ook wel vraagtekens. Ja, ik schrok wel van het aantal volgers dat ze had en ook wat er gebeurde op TikTok. Ik ben in haar inbox gaan kijken van met wie heeft zij dan contact bijvoorbeeld. Zo bleek ze een online vriendin te hebben, Luna. Maar ja, wie zegt dat Luna niet Larry van 66 is? Dus ik wilde graag weten wat de bedoelingen waren van Luna of andere vrienden die ze op dat platform heeft. Nou, al die vragen, dat vond ik best wel lastig eigenlijk. En er was ook niet echt iemand of iets die mij daar advies in kon geven. Dus dat vond ik ook wel moeilijk. Je moest echt helemaal op je eigen gevoel moest je afgaan van wat gebeurt hier nou eigenlijk en hoe moet ik daarop reageren? Moet ik trots zijn? Moet ik bang zijn? Nou, ik vind me volgens leuk omdat ik zeg maar, ik word er blij van. Van de reacties en zo. En daarom maak ik ook steeds meer voor hun, zodat hun ook het blijven leuk vinden wat ik maak. Het risico van als je jong bent en je hebt veel volgers online, is dat je je eigen waarde eigenlijk gaat ontlenen aan wat je online doet. Dus aan de views, aan de likes. En op het moment dat dat wegvalt, dus op het moment dat je ouders zeggen, nou leg nou eens even die telefoon weg of hou er nou eens even mee op, dat je dus dat stukje eigenwaarde dus eigenlijk wegvalt. Als ouder moet je denk ik extra gaan opletten op het moment dat je kind veel tijd online doorbrengt. Dus in relatie tot andere alledaagse activiteiten. En dat je als ouder ook bewust moet zijn van het feit dat je verantwoordelijk bent voor wat je kind online doet of zegt. Nou, ik had laatst wel dat ze een filmpje maakte waar ze dan een mes door iemand zijn hoofd ging. En toen dacht ik wel van, moet dit of zo, of hoort dit? Dus daar gaan we dan wel weer los met haar over in gesprek. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je als ouder een open gesprek faciliteert over mediagebruik. En dat je zonder oordeel praat over datgene wat je ziet. En op die manier kun je vanuit interesse een gesprek starten over het gedrag van je kind online en creëer je een veel veiligere omgeving voor je kind om als er problemen zijn of als er online iets aan de hand is, naar jou toe te komen. De eerste keer dat ik echt het aantal volgers zag, toen reageerde ik best wel boos. En daarna zei ik van laten we in gesprek gaan. Dus ik denk dat mijn eerste reactie dat ik boos was of ik schrok eigenlijk meer. Dat ik dat misschien iets anders had moeten aanpakken en eerst moeten zeggen van laten we praten in plaats van eerst boos worden. Als je tiener zich online heel goed kan uiten,
en ontdekken wat talenten en passies zijn, besteed daar dan ook actief aandacht aan in de fysieke wereld, zodat de balans blijft bestaan. En in het geval van Janne, die haar gacha-filmpjes maakt, zou je dat bijvoorbeeld kunnen doen door haar een spreekbord te laten houden voor haar klas. Daardoor creëer je dat stukje erkenning en die eigenwaarde in de fysieke wereld en kan ze dat online verder uiten. Ja, nu is er wel een goede balans in het maken van de filmpjes en ook de tijd die ze dus doorbrengt op het platform. Ik kan nu eigenlijk ook niet meer echt liegen, omdat jij ook heel vaak op mijn telefoon omdat jij heel vaak op mijn telefoon kijkt. Dus dat, Begin vroeg. Mediaopvoeding begint al op het moment dat je kind geboren wordt. En blijf erover praten. Zorg dat het een onderwerp is waar je samen het over hebt. En maak het normaal.